Zähne fällt, oder? Gut, so tun wir. Ja. Man lässt sich gerne ein Sehen, wenn wir es nicht gehen, gell? Und hm. Hey, wir sehen ihn. Dit is natuurlijk een extract. Normaal gezien niet doen, dames en heren. Normaal gezien is het niet zo'n opening en toestand. Er zijn twee meisjes nog niet klaar boven. Ze kunnen eigenlijk allemaal eens rap swingen, gelijk als ik natuurlijk. En dan nog een foto wat zien hoor. Ja. In ieder geval, dames en heren, van harte welkom in deze zaak. En ik heb zojuist al een paar mensen op mijn vingers moeten tikken. Het is nog altijd COVID. Dat wil zeggen, bij elke verplaatsing wil ik een masker van voor op een bakkes. Is dat duidelijk genoeg? Ja? Ik kan het ook in het Nederlands doen, dat heb ik er juist gedaan, maar dat kwam niet aan. Ik denk, weet je wat, dan ga ik het naar het platforms doen. Ja. Voor de mensen die nog nooit op een restaurant hebben gezeten, gelijk als gisterenavond. De mensen die vis hebben gekozen, het is waterzooi. Hier in de keuken is alles vers, dames en heren. En onze groentemengeling van de waterzooi is zelden praai en pekes. Gisteren hebben we een tafel afgeruimd, we zullen nog zo'n blonde kut. Zeg, was lekker bedankt, ja, maar goed, er was peesjes beter, kutza. De waterzooi meer peesjes, ja. Toen ben je dat waard als je gaat vreten. Dus dat je ze beetje in puft, is pruim, zelder en pekjes. Klaar? Goed? Ja. Voor de mensen zonder smaak, mijn waar. Ja. In ieder geval, dames en heren, ik wil zeggen, ik ben het bijzonder trots dat wij dus dit weekend bijna 300 man hebben om de kerstshow te vieren. Fantastisch, blij dat u erbij bent. Merci. Het is natuurlijk niet gemakkelijk geweest voor de horeca. Mensen die de horeca zitten of weet ik wat allemaal. Het is een ramp geweest, hè. Frank, is toch niet normaal, hè. Vanilleke, het is toch een ramp geweest, hè, kind. De lockdown van 5 munden, de lockdown van 8 munden, dan moet maar ook proberen voor allemaal te overleven. Het is niet normaal. Dus deze kot was ook toe. Ik denk, ja, waarna? Dan mijn schilderwerken, want voor de mensen die mij nog nooit niet gezien hebben, die weten niet wat ik doe. Ik heb ook heel deze zaak zelf ingericht, dames en heren. Ik ben decorateur van de roep. Dankjewel. En dus met de eerste lockdowns, allemaal van die telefoons van de openstaande offertes en schilderwerken. En nou, dat moet niet komen, want we gaan doen het. Ken je dat? Oh, ik denk, ja, god, dan maar doe het. Godverdomme. En in de eerste lockdown wou het wel doen. Amai. En dan zat ik dan, hè, Thomas, dan zat ik niks te doen. Ik denk, godverdomme. En ik heb maar kussen. Je kunt het lager kussen nemen, hè. Oh, op een week taart had ik hier met een digibox gezien. Die was ook al helemaal leeg. Denk je van, waarna, nog een paar dvd's opgezet. Ik denk, er moet hier dringend iets gewoon gebeuren. Ik moet geld hebben, hè. En toen heb ik een telefoon gekregen. Ja. Ja. Van Jan Paul Fijn. Voor de mensen die niet kennen, dat is een ziekenhuis. Naast op een Antwerpen Centrum in Merksem. Jan Paul Fijn. Ken je dat dan? Ja, weet ik precies al dikwijls geleden. Amai. Vaste klant, zijn het wel beurden die kids, hè? Niet normaal. Ja, die hebben mij gebeld omdat ik telefoniste wil worden. Ja. En ik heb dat nog solliciteerd, dat was niet het eerste gezicht. Ja. Ik heb een bureau gekregen, een telefoonnetje, een boekje met van alles in. Tof. Ik heb er wel meegemaakt. Amai. Niet normaal. Ik heb wat telefoons gekregen, mannetjes. Dat is niet te schatten. Dat is echt niet te schatten. En dan buiten mijn telefoons natuurlijk. Ik heb bijvoorbeeld dus een telefoon gekregen van een madame die zei: ja, zie ze, ik heb hoofdpijn. Ik dacht, oh, moet je dan even bellen? Ik heb hoofdpijn. Ik heb mijn zoenen nog zo vaak eten gedaan. Dat is ongelooflijk. Ik ga zo terug verbellen. Oh, ik heb hoofdpijn, zei hij. Zeg al tegen u, zeg, en die er nog wel eens gehad? Ja, als eerste, zullen het vandaag terug, hè? Dag! Oh, zo kut. Ja. En wat ik dan de stomme taart heb gedaan, dames en heren, in plaats van op mijn telefoon te blijven zitten. Nee, wat toen ik af en toe, dat stomme kreeg, dat wil ik een koffer of een cola leggen, ik moet gewoon pissen of gewoon kakken. Zullen voor de mensen lekker schuilen, natuurlijk. Hè. En dan kom ik in die gang, en dan zegt hij niet zo'n gepleegster tegen mij: zelfs dat gewoon een kamer daar, ding! Zie wat je ervan doet? Ja, gewoon een kamer daar, ding, tikt op het plan. Allee, kom in kamer daar, ding, leert al mijn vriend, dames en heren. Dus zijn bak is helemaal niet genooid. Ik doe al 40 richtingen. Zie dat, meneer? Ik denk dat gewoon in een heel toffe conversatie.
Zeg, kan ik u helpen? Hij had hier gelukkig een boekje gegeven en een biek. En dat begon te schrijven. Dorst. Zeg, meneer, ik weet niet dat je het weet. Zeg, Michele Bakkes is dichtgenaaid. Ik zeg, wat gaan we daar nu doen? Ik begin te schrijven. Kap het maar in mijn gat. Ik zeg, koffie of thee? Thee. Ik zeg, I'll be back. Ik in de gang, doe je een dokter, zeg, jij je van een daar ding, zit die wil thee. Hij zegt, heb je dan thee? Zeg, dan moet je zijn bak is het niet genoeg. Zeg, in je vrouw is vriezen gat te kappen. Hij zegt, dat er volledig gewoon. Dan zijn de bedden goeie. Ik in de keuken zo'n grote thermosteker halen, een trechter met een grote teut. Ik zeg, kom maar, ik in die kamer ben, ik zeg, kom maar, zat het in mijn nest aan en ik knieën mijn onbloed, zeg. Allee, dat ziet toch, ik in je trecht in je loop, pataat. Ik begin daar die niet een tegel in te kappen, lot je toch de scheet, zeg. Ja, die kamer vol teken, vol teken, zeg, jij achterlijke wat doen, ga na. Je begint wat te schrijven. Het waren is moeten blazen. Maar enfin. Stuur ze maar uit kamer 54. Nog zo'n eentje. Ik wist niet dat het bestond, dames en heren. Ik wist niet dat het in deze tijd nog bestond. Weet wat mijn kamer 54 lag? Een cannibal. En die moest eten in me. Ik denk maar na, ik zeg meneer, ik zeg je maar wil dimmen. Ja, ze eten twee benen. Ik denk goed. Ik zeg zijn druk terug, kom in de gang. Ik zeg een dokter, ik zeg je van de 54, ik zeg die moet twee benen in me. Ik zeg we gaan die halen. Ja, ze eten in portuarium. Zeg je portuarium? Ja, ze eten, maar ze eten van die oude wagen die gisteren gestorven zijn zeven. Die kunnen nog een beetje maals aan zeven, dat is nog te doen. Als hij slaat de benen af, geen probleem. Als hij, want geen enkel familie gaat daar eens de dienst die kist over doen, want je ziet dat hij de bommen en je benen nog. Wat doen we niet, hè? Dus ik heb dan mortuarium aan die schorven open, om die billen gaan rusten zo. Dus ik denk, ja, ik heb twee benen afgezocht op een plateau. Ik heb de 54, zeg, smakelijk, hè, meneer, tot morgen, hè. De dinsdag komen terug binnen, zeg, meneer, wat gaan we vandaag eten? Als hij draaien armen. Zeg, I'll be back. Ik heb terug in de mortuarium, daar wil je al waterhaar nog een afzager heel zeven op de plateau gereden. Zeg, alsjeblieft, meneer, zeg, smakelijk. Zeg, tot morgen, hè. De woensdagmiddag kom ik binnen, ik zeg, wat gaan we eten? Ja, ze eten vier dubbele boterhammetjes. Denk je, klopt hier niet, hè. Zeg, vier dubbele boterhammetjes, zeg, wat gaan we daarmee doen? Och, mijn dames, eten we van de morgen, hebben we zien even de meneer binnengebracht met een open rug, dan kan je stoppen. Ja, dat is slot, hè. Ik heb ook aan mijn tante telefoons, de dames en heren. Jawel, echt waar. Een paar weken geleden, de telefoon van meneer Janssens, die vroeg ze een uitslag. Zeg, ja meneer, ik kon even in een boek zien. Dus ik in een boek gaan zien bij de J van Janssens. Nee, niet goed. Nee, niet allemaal blijft leven, hè. Nee, het was aftellen. Het was aftellen, bedankt. Onderweg naar de hier, die jachtvelden. En dan denk ik, hoe zit het dan op een toffe, vriendelijke manier? Want ze zijn echt bekend, tof en vriendelijk. Kies hem dat u mij nu maar nooit niet snapt, hè, meneer. Dat kan niet zo lukken, hè. Dat is waar, hè. Denk alleen, wat ik dan zeggen, hè. En je zegt, hallo, zit u met u wel eens? Ik zeg, ja. Ik zeg, ik heb het hier voor mij liggen. Zit tegenop. Zit er is voor u nog één diagnose. Ja, zit hem, zeg, ja. Ik zeg, ik zou vanaf nu heel veel modderbaddekjes pakken. Hij zei, modderbaddekjes? Ik zeg, ja. Hij zei, gaat dat helpen? Ik zeg, nee, maar je bent wel ondergrond. Ja, ik vind dat wel zinnig om te zeggen, we gaan doen het, hè. Ja, maar ja, nog. Zeg, alsjeblieft. Kijk, vorige week nog telefoon van een oude van 95 jaar. Weet je wat dat die vroeg? Die wou terug met de pil beginnen. Vanaf 90 jaar, ligt het aan mij? Ik denk, die is inderdaad bij de kop gevallen. Ik zeg, bedankt, dan ga ik eens even terug recapituleren. Ik zeg, u bent 95? Ja, zei ze.
Zeg, en u wilt met de pil beginnen? Ja. Zeg, en waarom wilt u met de pil beginnen? Weet wat die kut zei? Ik wil geen kleine kinderen in hier. Hoe zot kun je zijn? Man. En dan vorige week hebben ze maar 10 minuten op de zelfmoordlijn gezet. Ja, dat vind ik een toffe lijn. Nog vanuit wie had er belt aan ding kom, jongen, op de kapot, godverdomme. Ik kreeg ook zo'n telefoon van een gepensioneerde madame, ze zei, ik zit allemaal niet meer zitten. En met je COVID en de rest van mijn familie is allemaal aan toe, want ik schiet nog als ik er niks ten over. Ik heb het gehad, ik wil er een te maken met hun rappe methode. Ik zeg, ja madame, zeg, pak de revolver en je schiet onder de linkerborst. Ik dat zegt de wacht en je zet dood. Ze hebben ze gisteren binnengebracht, met één schade kapot. Maar goed, daar heb ik lachen, dames en heren, met het gebeurt. Het gebeurt niet veel. Maar de wereldberoemde vinyl, dit is toch mijn broer in het dagelijks leven, zit ook in de zaal, dames en heren. Vriendelijke dingen. En ik moet zeggen, dit is mijn delegatie van 31 personen. Ik zou zeggen, Merry Christmas. Onder leiding van de cafébaas Sven Kinderachter. En dat ben ik. De cafébaas Sven. Grote zaak, heel goed, jawel. Ja, heel grote zaak. Vanavond heb ik dat ding doorgeslagen. Pluts, zeg je dat, pluts. En dan zei hij, breng poa met mij, goed, het is hoog genoeg. Top. Patroon, ziet het? Is het goed bezig? Mag ik mijn vaar stoppen, zeker? Ja? Maar willen de mensen net stoppen? Nee! Hallo, zeker? Dan gaan we even zoeken, ik ga dus boven. En wie is boven, is die klaar? Ik voel dat niet zeggen, dames en heren, maar ik was hier vanmorgen om acteur. Om wel een cadeaugesprek te maken, want straks krijg ik van de zaak allemaal krijg een cadeauken. Oh. En dan wil ik er even gaan. Nu wel in de keuken sinds vanmorgen om 5 uur begonnen. Voor alle meer de keer te maken. Wat een bewaardje dat u allemaal geeft is, dames en heren. En nu wat een diepvries komt en toestaan en gelijk als... Dat is toch ook niet nodig, dat is dan een beetje. Oh, ik zit me niet voor hem. Wat zeg je? 10 minuten? Dat gaat niet meer. Zit, dat kan ik wel. Oh. Binnen 10 minuten, wat zijn we dan? Ik moet ook nog een aantal keer, ik ga hier zo beginnen mee doen, hè? Dat gaat niet zo. Ik heb het wel zeker, ik heb het weer aan. Cool. Dus ik zou zeggen, dat is hier allemaal leeg, ineens willen bestellen hier. Kom. Ja, dan moet je nu brengen, geen zin, maar geen zaakje, paard en acht munden. Niks te loeken hier, hoor ik, ja. Daar gaan we zorgen, zeg. Dat is genoeg, zeg. Zal van vrienden, baas. Kom maar, bestellen. Kom maar. Hey, vraag me, poppen, dit pak, hoe zit het? Het is wat we doen, de oorlog niet betalen, want daar konden we bestellen. Zijn er maske? Zie van de Noord, jullie! Zie van de Noord, jullie! We worden zelfs het oorlog in hun schaten! Godverdomme! We gaan met dit uitlachen, die onnozel voor een kop spelletje in de oorlog. Godverdomme! Wie moet ik nog daar bestellen? Want dat moet ik niet drinken. Wat zeg je? Een fris van 7 vanilleke desertstorren! Wat is dat, Kava? En nog een fles kava hebben we ervan nog eens. Ja? Dat is van diezelfde fles. Ja, kom hier nog door. Heb je besteld? Heb je besteld? Ja, fantastisch. Dames en heren, zeker. Heb je besteld? Dat gaan we weg hier. Dat gaat niet, hè? Dat gaat niet, hè? Het is kerstisch altijd. Het is hier een keer kerstisch voor jou. Hè? Blablabla. En niet. Och, Walter. Ja, we zitten met 2 vegetarische dames, heel gezond, water, ja.
Alt kalıyı maskin alt kalıyı böyle. Man. En damızın iyi. No a celebrity. At meşe dan bleach you don't. Yay! And we still have the fear of anything. So now I'm going to give a support for my dear one man. Ja, ik dus ga ze koppel. En nog een jongen? Nul? Komen we begin? Kijk gelijk. De bitch niet al niet aan. Stel me voor dat op zijn 16 jaar is er niet wat langer. En als ze naar haar kassiek nog een kleur komen, dan is het helemaal bescheiden. Godverdomme toch. Voilà, dames en heren. Ik ga naar de kleerkant doen. We gaan ons klaarmaken voor onze kerstopening. Ik zou zeggen tot zo dadelijk! Inderdaad, ik ben al te ver, dames en heren. Volgende week is er weer. En dan komt er met de schouw gekropen, met als een rommel en zijn zaak. Godverdomme, niet normaal. Dames en heren, dit is de bende waar ik het van de middag wil doen. Kunnen daarmee leven? Ja! Ik vind het wel goed, want ik heb niks anders. Aan deze kant hier van Bureau Sunny Show! The one and only Misty Moonlight! We're from the boy Misty Madison! Dan zou dat moeten lukken als je op een half uur gebouwd te zijn. Zie je wel, gruwelijk, want het is je sportpalaas, hè? Dat is waar. Hè? En we konden de tafel recht voor zijn, dames en zitten meer. Zie je dat wel, gat? Maar dat is geen uitgang, dat is een ingang, dames en heren. Zeg altijd ik gelijk, maar als je mij in beurt lukt, zeg je altijd tot de muizen schwarven. En in ieder geval poten open en boven horen. Nu komen de moeilijke vragen op, het alstublieft, dames en heren. Zijn de mensen aanwezig van de provincie Limburg? Dat gaat een lange middag worden, hè. Voordat die iets snappen, man. Ze kunnen er ook niet aan doen dat ze in de loomste provincie van het land geboren zijn.
Den kleine van Dagen, de cultuursjok, dan komen ze in Antwerpen, dat is gewoon de place to be. De rest van België is natuurlijk parking en de Limburg is de gehandicapte parking. Maar ik zal me eventjes aanpassen naar een fijne avond. Een fijne avond. Zijn de mensen aanwezig van West-Vlaanderen? Wat zit u weer te doen? Wat zit u weer te doen? En op deze periode heb ik nooit mensen van West-Vlaanderen. U weet waarom? Dan ben je zandzakjes ontvullen. Bang voor de bestorpen van de winter. En je ziet ze aan je al komen, als je ze moest zien, dan denk je van de zup toch. Ja. Zijn de meeste bij van Oost-Vlaanderen? Je durven al hier. Oost-Vlaanderen? Nee, hè? Ja, hè? Amai. Ik had het niet moeten zeggen, maar ik schrik je tot hier. Dat is een provincie met meer koeien dan mensen, hè? Ja. En als ze naar boven komen, dan staan ze staan gewoon mee. Bedankt, hè? Bedankt. Zijn de mensen bij van Vlaams-Brabant? Waar ja. Gaan we niet? Vlaams-Brabant? Ja? Bonsoir, en we zitten niet aan. Nou, dat is een open wal zo goed, inderdaad. Als je naar binnen woont, dan spoel het allemaal weg, dan komen ze naar hier. Godverdomme. En waarom het al? Zijn de meeste van Antwerpen? Voortrek zo dat er naar bij jou zitten. Dat pikt in Limburg, dat pikt. Amai, we steken de grens over. Zijn er Nederlanders in de zaal? Ja, zaken van de leren, dat zijn geen landen meer. Dat komt niet die kosten, meneer. Ja. Plezant, hè, plezant. Ik heb niks tegen Nederlanders, daar ben ik. Ik heb niks tegen Nederlanders. Maar ze moeten over de grens gaan. En dan met die Belgische prinses, zet je een kop op de post zeggen, lakken. We zijn er mee bezig. Heb je een paar de Franses zwaar? Zijn we dus niks in is? Ik heb Duits spreken de luid in die zalen. Dat zijn je spaat weer, we stoppen toch in kloten van. Als je dat denkt dat ik kon integreren, dan heb je toch iets anders gedacht. In ieder geval, dames en heren, heel belangrijk voor het spektakel, maar ik denk het niet om de leeftijd te zien in de zaal. Zijn er zwangere dames aanwezig? Oh ja, het is niet waar. Zit er vol kind? Enige deelneming, hè? Allemaal. En dan nog vegetarisch, hè? Dan komen de wereld dan echt wel voor het scherm. Je klaar, dat weet je toch, hè? Eerste kindje? Nee? Tweede? Ja, dan weet je dat je moet doen in de lockdown, hè? Ik ga werken, zei ze, maar poepen, come on. Man. En dan is natuurlijk de handvraag, ja, dat gaat er vandaag wel in zitten. Wie is er 65 plus in de zaal? Is zelfs 75. Is 75 in de zaal, is 80 plus in de zaal. Wat, nee, ga niet. Hoor ik weet het, bedankt, die is 80 plus. Ja, ga ik niet. Voelt u weer aangevallen of wat? Oh. Ja, dat zou wel zijn. Dat gaat niet meer vallen, zijn dat blauwe rollen in haar geval. Zeg, alsjeblieft. Of dan als ik je vraag stel, hè. Man, toch. En dan met vader als schat, dames en heren, zou ik zeggen, ik wens u een ongelooflijke toffe namiddag. Maar zoals wij elk weten, in elke vorm van entertainment, dames en heren, zit het zo. Als de zaal fantastisch goed meedoen, dan krijg je al een fantastische show. Dus dat gewoon in de hele middag gewoon zitten gelijk als een koffietafel, krijg je gewoon een schaapmiddag. Heel simpel. Heel simpel. Ik stond op zijn ook al op dikwijls met een gestelde comedy. Ik kan deze drie tafels altijd allemaal in doorhouden. Ik wil wel dat je allemaal meezingt, applaudisseert en toestaande. Want dat dat uw eerste namiddag is hier, was toch niet eens uw eerste namiddag. Goed? Dank u.
in een stuk in die kaarsen, hier een slag met mijn linker flip en hier een klaar met mijn linker. Dus wil je het graag gedaan? Ja? Ik geloof het niet. Het gaat niet hoor, hè, Maske? Maar dat is niks, dan gaan ze de spieten bestellen. Dus we gaan het even testen in het algemeen en ambiance. 1, 2, 3! Ik heb al heel veel mensen foto's zien nemen en filmen en weet ik wat allemaal. Ik weet allemaal niet aardig, dames en heren. We mogen het ook wel delen op onze sociale media, de Facebook en de Instagram. Like ons pagina, is en een holla zo de trap kunnen volgen. Het is nodig. Ik zijn al virus te overleven in België, dat is waar. Dan gaan we achter met de eerste vaste locatie. Is nog mascara, dat is dus gedaan. Ja, ja, ja. Tof, hè? Mag ik klappen? Ik hoor 20 jaar geleden nog een paar van die gipsige tongen zeggen, maar god, die dik in een busbijk beginnen. 20 jaar later zet ik er nog, zeg, dat is graaf, hè. Zo zit ik dus bijna allemaal dood, hè. Godverdomme. Mag ik nog iets vertellen? Ja? Want je hebt er wat meegemaakt van de week. Ik heb er een week achter de rug, dat is niet normaal. Ik ga beginnen met een mondag. Een mondag gaan lopen komen de heer, kom ik een vriendin tegen. En die eerste heeft hij zo, ze zijn zaterdag naar zich vragen. Wacht even. Als de pakken zouden we dan wat voor de gaten uitleggen. Heb je zijn kostbaan? Heb je zijn kostbaan? Steek ze in de kweer, dat doe je maar oor. Ik hoop het terug. Dus ik loop een middag over de meer, dames en heren, toestaan. Dan kom ik een vriendin tegen. Ze zei, Zaza, ze maakt naar zijn vrouw. Ik zeg, ja. Ze zei, en ga naar overles. Ik heb een date gehad met de Marcel. Ik zeg, ja, ja. Ik heb een date mee gehad, ja. Ja, zei ze, die heeft haar naam aangebracht. Wat moet ik me naar de bevuur stellen? Ze gaat wel tegen ze, dat is goed meegevallen. Ze zei, die was tipt om 7 uur de maand appartement. Ze een chique auto's, een Jaguar, alles op een hand. Ze zei, we zijn een draagstarig restaurant gebracht. Ze zei, 27 kanen, ongelooflijk. Zeg, fris de wagen van 800 euro, niet meer normaal. Zeg, had gemaakt mee naar huis, stoffetje. Ik zeg, dan zei ze, ik zeg, van die komt aan. Ik zeg, aan vroeg op natuurlijk, van, god, nu nog een mede, man, villa. En ik denk, ja, vraag de wagen dan misschien, hè, oh ja, hè. Dus ik heb mee naar de villa en zei, ja, en, zei ze, zeg, oh, zeg, vriendin, dat was niet normaal. Ik zeg, dat was die heel de avond beleefd en charmant en aangenaam en spraakzaam. Zeg, vanaf het in die villa kwam, zeg, dat weer een beest te krijgen. Zeg, dit is een wagen vloog, zeg, en maar kleurt in vloed van hier te kleur. En maar omgedraaid een draakje en een stachter gepakt. Oh, mijn zwees, ze zei, dan zal ik je maar niet met eten, zeg. Ik zeg, jawel, maar geef die vliegen dan nodig. Voor de mensen die van deze kant zijn, die weten dat ik niet ontliegen zou. Voor de mensen die van verder af komen, als je buiten komt, de andere hoek hierover is een klooster. Echt, ik wou te zitten. Nee, ik wou te zitten nommen. Ja, dat is ook van beurt tegen zitten nommen, hè. Ja, voilà.
Måste se något åt fasen, gör jag. Lägga på något bra, sitter inte med att ner för mig av en av och dusse. En igen kommer till bitchen av en igen, vad det är att ha släkt, släkt, släkt. Oj, men det är efter mig, nej. So, I love you. Ja, vad ser ni lesbisk, det är snart det. Det är något som ger för en Samson här, med stämgärna tvärt där med dem. Det blir ju så mycket för stäm, himmel av, precis. Man har sagt att man inte kan sträcka upp det. Man svart 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 på kompon. Det är så genomt att man kan gå upp. Det är så genomt att man kan gå upp. När man ser verkt om det här staten. Ja, ja, ja. Så ser jag oss här. Så ser jag inte fort. Du lever ner och kommer att komma och hålla. Så är det inte stått i valet säkert, ja. Så ser jag inte att den laste vänskunde här är förfulla. Så ser jag att jag hjälp kostar kappen i skillen. Så ser jag inte mer än att jag inte kostar dumma. Säg vad man tar sig av, säger sig sig, men jag har sten. Säg inte att sådana här som är med och klart eller en sten direkt och säger sig med text. Så jag vad man tar upp, jag säger sig, från en pur geboren, från en liftefull gelikt, en från en dödsam gestorben. Så jag säger det, så sa den egen och ni. Alla efter dagen till nattklack, alla från här moder upp, så säger jag, säger du det helt skanapet. Säg jag, då vill jag bli restlärk och maka det. Men de kom der binnen, ligt dat door tegen je vent. Hij zei aan mij, zei, dat kon allemaal vlak koopt worden. Hij zei, zoveel tekst. Hij zei, dat kon geld kost. Ik zei, nee, 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 niks van. Hij zei, als je wilt zijn, dan kan ik het inkopen. Ik zei, ja, dat is goed, hoor. Ik zei, wat dan? En deze kwam begraven is. Ik wou uit de kerk, allemaal achter de stoel en auto tot de kerk op. Zijn ik al die dingen liggen met zo'n steentje zo. Ongeplukt terug naar afzender. Awesome, as they say, the Malachi's the cat all do it.
hier gisteren vader kwam, zie je, het meer daar was het daar. Is dat niet normaal? Ik heb telefoon gekregen van twee vriendinnen. Oh, ze hadden mee eten. Ik zeg, ja, dat zoek ik. Kom mee eten. We waren het restaurant. Allee, alles op een avondje. De meesten die aan mijn kennen, kan ze die volop niet leeg zien staan. Dan zijn we al begonnen met draaien aperitieven. Hé, dat draaide man, hè. En we waren met draaien, hè. Dan draaien we frisse wijn met eten. Dan heeft hij een bos nog afgekomen in een plateau limoncello. Ik zeg, ja mannetjes, ik ga niet normaal zonder met een aardschoffer, dat gaat. Dan een aardschoffer op tien in toestanden. Dan zijn we van het restaurant gedeelte opgeschoven naar het café gedeelte. Ik zeg, ja, dan gaan we toch nog even de gotjes zullen met een vodka cola opsteven. Zeg, nou, met taart hebben we een aardschoffer natuurlijk, hè. Mensen die mij goed kennen, ik heb het natuurlijk ook altijd die nou met de verkeersreglementen. Dus we zaten accent, stappen toch nog in de auto. Met alle gevolgen van die natuurlijk. En ik denk, ja, dat ga ik nou niet doen. Ik weet wel, ik ga een taxi pakken. Ja, ja, heeft het gehad. Ik zeg, ja, principieel ben ik een beetje tegen, maar ik was toch wel een beetje te vaag. Ja, ik weet wel, ik pak een taxi. Ik heb chance gehad, dames. Ik zat in een taxi, daar waar toch los in een vodka controle zeggen. Oh, als ik kan mij. Maar ja, ik zit in een taxi, dus die politie doet, oh, lekker verder, denk aan mij, dat is gemakkelijk, dat is heel gemakkelijk in toestanden. Veilig thuis gerookt, heel goed geslapen, fantastische nacht gehad. Maar na de zaterdagmorgen had ik wel een probleem. Ja, mijn taxi stond in mijn garage. Ik weet ook niet meer dat ik hem groot heb, ik weet ook niet meer dat ik hem moet binnenbrengen. Dat is een hele namataan tussen mij. Oh, amai, amai, amai. In ieder geval, dames en heren, dit was aan het einde van het eerste deel. Nou, het is nu zoals elke zaterdag hier in Mascara, dames en heren, de hoogste tijd voor de dessertjes. Die komen er iedere keer aan. Dus ik zou zeggen, alle mensen blijven alsjeblieft eventjes zitten. Na de dessert is er tijd genoeg om te gaan roken, pissen, kakken, drank te bestellen op die hoor. Als je nu toch wel nog van voorwaaien komt terug, dan is de kans voor dat gesloten is. Het is weggelopen van tafel. Het is afgeruimd door de gaston. Het is ook opgezet door de buren. Krijg je zo naar waar? Ik heb geen dessert gehad. Man. Dus we blijven rustig zitten al een dessertse tijd genoeg. De meisjes komen in de zaal. Je kunt natuurlijk met een van je favorietjes alles op de foto. Geen enkel probleem. En dan gaan we het vertjes baar roepen, dames en heren. Ik vraag vandaag een applaus voor mijn Shining Diva! Dames en heren,
uit de woorden van mezelf. Mijn vriendin Davy Bams, ongelooflijke divas op het podium, licht en geluid, de bediening in de zaal, de keuken en noem het maar op, al wat er nog rond en rond zijn. Kan ik enkel maar van al die mensen zeggen voor volgende week, dames en heren, hele prettige feestdag, kerstmis, ongelooflijk, een week later niet meer tot de volledige gang. Wij zijn gesloten, de eerste keer in 19 jaar. Dus ik kan zelf ook eens gewoon feesten bij ons is toe. Dat is plezant natuurlijk. Ja. En dan zou ik zeggen, dames en heren, wij verwachten u allemaal terug vanaf 22 januari. Onze horecanacht, voor de mensen die geïnteresseerd zijn, is op maandag 31 januari. En dan het eerste weekend van februari, onze 47ste show. Dus de mensen die nog nooit geweest zijn, ik heb er al 46 gemist. Dus dat is een gigantisch gat in de cultuur. Maar nog een gat in de cultuur, dames en heren, om de 5 jaar wordt altijd het interieur volledig afgebroken en komt het volledig terug in een ander thema. Dit is al het 4e interieur, ik heb het draai gemist. Ja, best nog toch als iets vervolgens in maske. Dat is beter, dat is beter. Love you. Die komt nog terug, hè. Dat zal je te vangen. Ik heb Kerstin de Nieuwer geweest, ik heb er een op de nieuwe show. Ik ben op wel zo'n richting van Beuren Café, dat je nog een foto kunt spoelen waren. Hè?